Het is een vieze, met hagel en sneeuw, natte sneeuw, neerslag, volle winderige zondag, als op zondag 18 december de Bokstelse veldrit worden verreden. Hier bij de Langspier, soms niet zozeer bij de Langspier, maar ook erin, wordt in verschillende categorieën gefietst voor de ereprijs. Wat later in de middag, als het zonnetje weer doorbreekt, besluit ondergetekende om toch maar eens te gaan kijken, de kou te trotseren en wat opnames te maken van deze geweldige sport voor de absolute fanatiekelingen. Want ja, wat denk je, met blote benen fietsen, als het net boven 0 graden is, hagel en natte sneeuw trotserend, jezelf afmatten in modder en in mulzand van het strand, terwijl er door het slechte weer maar weinig bezoekers aanwezig zijn om je aan te moedigen. Tja. En zo'n rondje, dat is toch gauw 3 kilometer fietsen door die blubber. Nou, in de zomer is de Langspier een prachtig terrein om lekker in de zon te gaan liggen en te ontspannen. Maar zo in december, puf, het is een hele andere toestand. Er werd gereden in verschillende categorieën. En wij gingen kijken naar de laatste categorie toen het zonnetje doorbrak. Dit was de categorie van de elite of de belofte. Dit is het gedeelte waar normaal zomers wordt gevolleybald. En in dit gedeelte is het zand erg mul. En niet iedereen kreeg zijn fietsje er doorheen. We gaan kijken naar de koplopers. 6 rondes te rijden hier voor Kobus Herreigers en Moreno Hofland. Rollenboot hangt op 6 voor de achtervolgers, passeren hier op 15 seconden. Jasper Okkeloen, Jens Gijs, Roy van Heeswijk. Jan de Modder is bijna onherkenbaar, probeert ook Harm van der Zand aan te sluiten. Slammerdenken passeert hier in het gezelschap van Christophe Kopp. Dat is het Bart de Parkhuis die passeert. Gisteren nog in Essen actief. De regelkampioen van Noord-Oost-Nederland. Ja, het is een heel eind aan de andere kant van de Langspier. Zoals ik al zei, ruim 3 kilometer is het rondje. En het is aardig trappen in de blubber. En die blubber die maakt aardig wat kapot. Kijk deze meneer bijvoorbeeld. Nee, hij gaat niet met de trein. Helaas. Fietsje is er geweest en dan wordt het tijd om te wisselen. Wisselen voor een nieuwe fiets, want die staat continu klaar. Een tweede fiets, zodat je steeds met een moddervrije fiets verder kunt. Ja, dat wisselen zouden we wel eens even rustig bekijken. Want wat gebeurt er dan allemaal achter de schermen? Als een wielrenner zo snel met een andere fietser vandoor kan gaan. Want achter de schermen wordt er zo'n best gepoetst om de modder weer van de fiets af te krijgen. En dan maar weer gauw rap terugrennen naar het parcours. Krijgen. Daar komt die Jens Gijs, de sterke Belgische veldrijder die al vele ereplaatsen heeft behaald in Nederland, in ons land hier. 15 seconden was zijn achterstand. Komt iets dichterbij, Jens Gijs.
Vol ontspanning nog in die laatste twee rondes. Zo komen ze hier van Rabobank en Renner Moreno. Hopland nog mooi, steeds een mooie derde plaats innemen. We hebben nog twee rondes te rijden op de Moreno. Vierde plaats ingenomen door Christophe Kom. Op de vier dit jaar in Engeland in Vorselaar. Thomas Herreigers. Bij de doorkomst van de laatste ronde blijkt dat Kobus Herreigers uit Hedel een flink gat heeft geslagen. Twee ronden voor het einde leek het er nog op of deze Belg hem ging inhalen, maar hier zagen we al dat dat niet meer ging lukken. ...20 seconden achterstand voor de ademhappende Jens Gijs op de tweede plaats rijden. De man uit de titels uit gaat hier de Rabo Cyclocross van Boksel op zijn naam schrijven. Geweldig applaus voor de man van Always Babies. Nog enkele mensen, hij is er, Kobus Herreigers, wint vandaag hier de Nationale Cross in Boksel. Na de verlossende eindstreep en beslag leggen op de tweede plaats. Opnieuw een podiumplaats hier in Nederland voor de Belg Jens Gijs. Applaus voor Jens Gijs op een mooie tweede plaats. In deze Rabobank Cyclocross van Boksel gaat de derde plaats naar de Rabobank renner van het Continental Team. Hier gaat hij binnenkomen. Een geweldig applaus voor Moreno Frans. Mooie derde plaats. Ik kwam nog eens sterk opzetten in de finale van deze wedstrijd. Mooie vierde plaats, die gaat naar Lille in België, naar Christophe Kopp. Tja, daar sta je dan, de modder van je lijf afschudden, want je bent zeker een kilo of 3-4 zwaarder geworden. Met al die modder en blubber die zelfs in je onderbroek terecht is gekomen, dat kan niet anders. Maar het was leuk om te zien. Hopelijk genoot u er ook van.